vandaag zijn we te gast bij Gino Klieke uit Wevelgem. Laatste zaterdag was hij grote overwinnaar op het Mont Lucon Nationaal. Hij wordt ook wel eens Mr. Bourge genoemd, vanwege zijn uniek palmarès op de Bourgeconcours. Laten we hem even enkele vragen stellen. Dag, goeiedag. Enkele jaren terug heb je de lat voor jezelf hoger gelegd vanwege de fondvluchten. Vanwaar die ambitie? Wel, ik had bijna alles gewonnen dat er te winnen was op de Bourge. En mijn vrienden daagden mij uit om verder te spelen. En ik wist dat mijn soort duim dat aankon. En heb ik de stap gezet. En na 2 jaar won ik het kampioenschap van België, vond. Het eerste kampioen van België. Ja. Heb je dan ook nieuw bloed of ander bloed ingebracht? Ik heb het meestal gedaan met de duiven die ik had. Maar die waren van een fondsoort. En die heb ik onderling gekruist onder elkaar. En met succes. Allee, toch. Mogen we eens die nationale winnaar zien? Ja, zeker. Zal ik hem halen. Ja. Dankjewel. De winnaar tonen, hè? Kijk, daar is de winnaar hier. En zijn naam is Devil Prince. Super. Ja. De duiven wint de eerste prijs op Nationaal van Montluçon van 19.298 duiven. Ja. En de origine van de duif is langs vaderzijde Habi van der Labele uit de lijn van de Bliksen. Ja. En de andere lijn, de lijn van de moeder, is van mijn stam waar al mijn beste duiven in zitten. Van mijn dobbelarensoort, van mijn figosoort, van mijn murgan. Ja, het is een heel prachtige duif, heel gesloten, sterk. Ook zijn broer bent top, nationaal op dezelfde vlucht. Ja. En heb ik verdiend zijn zus. Dat betekent dat ik een echt goed koppel vast heb. Dat is super, Gino. Kan u ook een woordje uitleg geven over de pedigree van de duif? Ja, dus zoals ik gezegd heb, vaderskant is Habi van der Labele uit de lijn van de Bliksen. De moeder is Robertina en die komt uit de lijn van Robert en de figolijn. Men zegt dat je bezig bent aan het beste seizoen uit je carrière. Wat vind je zelf van die uitspraak? Het kan, maar het seizoen is nog maar half weg. En als het zo doorgaat, zoals ik nu bezig zit, zal het zeker het beste seizoen zijn. En zal dat einde in het kampioenschap van België misschien kampioen van België zijn. Dat is super. Gino, alvast bedankt voor het interview. Dank je wel eens. Ik heb de eer om u het boek Hall of Fame te overhandigen, persoonlijk. Dank. En ja. We verwelkomen u in de tweede editie van Hall of Fame. Dank je wel. Alsjeblieft.